SF Hemel, professor, mag ik zeggen, 1 miljoen huizen in 10 jaar. Dus zeg maar 100.000 huizen per jaar. Op dit moment doen we er 60.000. 40% meer. Ik reken even waar je niet mee op school overgaat, maar goed, even die meneer. kan dat? Op zichzelf denk ik dat het wel kan, maar ik denk dat het wat hoog is en overdreven. Dit is een ruimteclaim, die wordt neergelegd door een sector. Wij als planologen zijn ermee vertrouwd. Er worden overal claims gelegd. Ik denk dat die hoog is. En ik denk ook dat het anders in elkaar zit. We weten dat er al heel lang een probleem rond en in de grote steden bestaat. En dat een probleem, even specifiek? Nou ja, woningtekorten. Ja. Absoluut woningtekorten. En welke steden hebben we het over? Amsterdam natuurlijk. Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen. Dat waren de steden die in de financiële crisis al met hele grote problemen kanten. Ja. Doordat er, en dat weet meneer Vaag ook, er niets meer werd gebouwd in die periode. En het wonderlijke was dat deze steden nog steeds volstroomden. Er kwamen allemaal mensen nog steeds die steden binnen, terwijl we geen huis bouwden. En dat is jarenlang doorgegaan. En die druk werd Hoe kan dat eigenlijk? Waar zijn die mensen dan gebleven? Op zolders of zo? Dat hebben we in decennia niet meer meegemaakt, dat de gemiddelde woningbezetting weer steeg in de grote steden. Ah, Amsterdam voorop. En dat was, wij noemden dat de stad als spons. Hij absorbeert, En het Ruimtelijk Planbureau publiceert in 2015 een rapport van hoe lang kunnen die sponsen nog door. Ja. Want dit gaat niet goed. En nu zien we dat het water wegloopt aan alle kanten door heel Nederland. Doordat we dat probleem, en dat die loodgieter niet is gekomen, dat we die grote steden niet op orde hebben gebracht. Ja. En daar hebben we Den Haag echt in gemist. Want ik zie het toch als een Haagse loodgieter. Ja. Die we nodig hebben om dit grote stedenvraagstuk om dat op te lossen. Om het vlot te trekken eigenlijk, ja. Het is wel opvallend dat u het een grote stedenvraagstuk noemt. Want in de verkiezingsprogramma's gaat het ook heel erg over waar bouw je dan, hè? In de stad of buiten de stad? Maar zegt u dan duidelijk van in de stad? In de grote steden. En er liggen hele belangrijke plannen klaar. Met name Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag. Alleen het wachten is op, want je hebt niet alleen woningen nodig, maar ook infrastructuur, bodemsaneringen, parken, je moet parkeren, alles moet je regelen. Maar het is eigenlijk in die stad, en ik heb ook wel eens verhalen van u gelezen van misschien moet Amsterdam bijvoorbeeld wel 2 miljoen inwoners krijgen, een hele grote metropool voor onze begrippen. Ja, ja, ja. Maar de rest van Nederland met rust laten. Ja, want dan blijft het in de rest van Nederland wat ontspannender. Want je ziet nu dat het echt uitvloeien. Mensen uit de Randstad, die kopen nu. Die waaien er nu uit. Dus die druk die wordt enorm opgevoerd. Je zag het gebeuren. Hè? Ja. Het begon allemaal, de druk in Amsterdam. Mm. En toen zag je het uitdijen naar Utrecht. En ze gaan nu al op een uur rijden van Amsterdam. Maar heel erg voor, want Maxime Vraag wil vooral bouwen. Misschien maakt het niet zo heel veel uit waar. Maar ik zie Henk Nijboer heel driftig, schudden. Ik denk dat heel veel mensen thuis dit niet herkennen. Waar je ook in Nederland zit, of je nou in Brabant zit, of in Groningen waar ik woon, of in Drenthe, is een enorm woningtekort. Ja. Starters kunnen geen woning vinden, huurders betalen zich helemaal blauw. Dus het is echt niet zo dat alleen in de grote steden een woonprobleem is. Ik denk dat in heel Nederland betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Maar in de grote steden zijn de prijzen veruit het hoogst. Ja, moet eens even kijken wat je in Amsterdam nu moet betalen voor een kot. Ja. Wat mijn studenten nu moeten betalen, die komen echt de stad niet meer in. Zeker. Nee, de grote steden is een groot probleem geworden, omdat eigenlijk doordat er een tekort is aan woningen, dat er voor de happy few nog woongelegenheid is en sociale woningen. Ja. En die hele middenklasse die wordt weggedrukt. Dus het is niet zozeer een keuze dat ze per se naar het platteland willen of weg willen uit de Randstad. Maar het is gedwongen omdat ze gewoon geen woning kunnen krijgen. Ja, precies. Dus wat je moet. Wij hebben gewoon ook wel de analyses. Wat een bouwer die wil niet bouwen voor de leegstand. Die wil bouwen voor waar de vraag is. En je kunt zeggen ongeveer van de miljoen huizen die in de komende 10 jaar gebouwd moeten worden, zullen er toch 500.000 in de Randstad komen en 500.000 elders. Maar er zit nog een tweede probleem. Het gaat niet alleen om waar je bouwt. De vraag is ook, als je het alleen maar binnenstedelijk wil en niet aan de randen van de stad, niet ook in het buitengebied, dan wordt het ook onbetaalbaar. Want het kost te veel geld om op dit moment en te slopen en de grond te saneren enzovoort.